Goeiedag. We werden deze donderdag weer getrakteerd op prachtig herfstweer. Ik kreeg veel foto's toegestuurd met vrijwel strak blauwe luchten. Zoals hier ook op de foto in Limburg. We zien die herfstkleuren in de verte en ook die langgerekte schaduwen door die laagstaande zon. Dus op en top een herfstachtig plaatje. Nou, bij die blauwe lucht kwam natuurlijk ook geen neerslag kijken. Dus vandaag kon met een gerust hart de was nog buiten gehangen worden. Klein windje erbij zorgde ervoor dat het allemaal in rap tempo droog werd. Als we van bovenaf bekijken, dan zien we ook dat ten oosten van onze omgeving veel bewolking aanwezig is. En ook ten westen van ons. En in Nederland zaten we net in een soort tussengebied, vrijwel een wolkeloze hemel. Maar dat lage drukgebied wat we hier heel mooi boven Ierland tot ontwikkeling zien komen, gaat de komende 24 uur wel zijn invloed hebben op ons weer. Want deze band met bewolking, dat front wat bij dat lage drukgebied hoort, gaat zich geleidelijk in oostelijke richting verplaatsen. Dat betekent dat we vanavond, maar vooral vannacht, met wat neerslag rekening moeten houden. Aan het einde van de avond begint dat in het westen van het land. Die strook schuift vervolgens richting het noordoosten weg. En dan kunnen daarachter nog een paar losse buien vallen. We zien ze hier vrijdag overdag ook in oostelijke richting over het land trekken. Het zijn wat lichte buitjes en de meeste plaatsen zullen het lange tijd droog houden. Maar met een beetje pech kan jij onderweg dus nog net wel een buitje tegenkomen. Nou, hoe ziet dat er in de weersymbolen uit? Vanavond is het dus nog lange tijd droog. Pas later in de avond, tegen middernacht, gaat in het westen van Zeeland en langs de westkust als eerste wat regen vallen. Wind trekt een klein beetje aan, matig tot vrij krachtig uit het zuiden. En voor de regen uit kan het in het binnenland nog wel behoorlijk afkoelen bij opklaringen. Minimumwaarde zo tussen 6 en 8 graden. Aan zee is het wat zachter met 9 graden. Nou, vannacht dan trekt die regenzone over het land. Van west naar oost gaat het op meerdere plaatsen langere tijd aaneengesloten regenen, terwijl die regenzone passeert. En later in de nacht wordt het vanuit het westen geleidelijk weer wat droger en de temperatuur blijft een beetje rond een vergelijkbaar niveau uitkomen. Nou, morgen overdag, vroeg in de ochtend, heeft het uiterste oosten nog met die regenzone te maken. Dat trekt daarna weg. Maar zoals we net al in de animatie zagen, kunnen er hier en daar dus nog wat losse buien tot ontwikkeling komen. Tijdens droge perioden een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. En zal het toch ook wel weer als een rustige herfstdag aanvoelen. Temperatuur vrij zacht voor de tijd van het jaar met maximumwaarde van 12 graden. En de wind is iets in kracht afgenomen, matig uit het zuidwesten. Dan nog even een korte vooruitblik naar het weekend. De zaterdag ziet er nog droog en vrij zonnig uit. Maar we zien hier aan de symbolen dat de bewolking in het westen van het land wel wat gaat toenemen. En de zondag en maandag gaat de regenjas weer goed van pas komen. Want dat beloven twee wisselvallige dagen te worden. MUZIEK